Excellenties, dames en heren. Graag heet ik u allen welkom bij de jaarlijkse dodenherdenking op het terrein van Nationaal Monument Kamp Vught. Met uw aanwezigheid toont u aan dat de doelstellingen van het Nationaal Monument Kamp Vught en de overtuiging van het belang om stil te staan bij de gebeurtenissen uit 1939-1945 nog steeds door velen in deze samenleving worden ondersteund. 4 mei. Ooit gewoon een dag zonder speciale betekenis. Zoals 4 mei 1943. De Joodse Klaartje de Zwarte Walvis schrijft die dag in dit kamp in haar bij lezing nu hartverscheurende dagboek: "Ik hoop vurig dat alles wat ik hierin heb opgeschreven nog eens de buitenwereld zal bereiken. Niet om propaganda te maken, maar alleen om hen die met deze toestanden niet op de hoogte zijn, en dat zijn er genoeg, hiermee bekend te maken." Sinds 1947 is 4 mei de dag waarop wij in Nederland onze oorlogsdoden herdenken. Samen met 5 mei, onze bevrijdingsdag, is 4 mei een, wat je zou kunnen noemen, breekbare dag. Maar ook een ankerpunt in een zoektocht naar nationale verbinding met het verleden en in het heden. Centraal in onze inspanningen, om niet te vergeten, staat die ene dag in het jaar, deze 4 mei, waarop we doelbewust en in gezamenlijkheid stil staan. Ja, 4 mei is voor mij als een oorlogskind aan wie niks persoonlijks ernstigs is gebeurd, maar toch, je bent van de oorlog, dus het blijft tot in lengte van jaren, hoop ik, het moment waarop je de overledenen, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Jodenvervolging, vernietiging, terreur, gruweldaden. Dus ik hoop van harte dat deze traditie dat die blijft. Want het is zo belangrijk dat we respect tonen voor de slachtoffers en ons tegelijkertijd bewust zijn van wat er toen gebeurd is. Nou, ik spreek heel veel voor jeugd van middelbare scholen. En dan vertel ik ze altijd, wat ik je verteld heb, het hele verhaal, mag je vergeten. Maar vergeet één ding niet. Geniet van je vrijheid en neem de vrijheid die wij hebben niet voor zelfsprekend aan. Je bent vrij, je kunt zeggen wat je wil, je kan doen wat je wil. In die tijd was dat niet zo. Dus geniet er wel van, maar wees je ervan bewust. En wees je ook bewust van het feit dat we voldoende te eten hebben. Ik heb de hongerwinter meegemaakt. En dan zeg ik, joh, we hebben een overvloed. En wees daar dankbaar voor en zorg dat het ook zo blijft. Ik wil ze graag meegeven dat het belangrijk is om ieder jaar erbij stil te staan. Omdat je hier herdenkt met een grote groep, met veel mensen en je niet alleen bent. En ik wil graag meegeven dat we dat met z'n allen doen, dat je met iedereen herdenkt en niet in je eentje. Meestal ben ik thuis. En vorig jaar speelden we in Dansen met de Vijand. En toen waren we in het theater, dus toen hebben we het met de hele groep hebben we het in het theater herdacht. Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest? En wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Het is 74 jaar geleden dat ik als klein, bang jongetje met mijn 3 kleine zusjes aan de hand van mijn moeder de hoofdpoort van dit kamp binnenliep. 'S morgens speelde Jopie van 7, Margootje van 5 en Emmy van 4 en Willy van 2 nog in de tuin. En diezelfde middag zaten we hier onder een nummer Guys 0390 kind opgesloten in dit kamp. Dat was het begin van 4 maanden achter prikkeldraad. Ja,
Er zijn een paar dingen die ik nog wel herinner. Losse flarden zitten nog wel in mijn hoofd. Bijvoorbeeld hoe de barak eruit zag. En hoe ik als klein jongetje aan een wasbak een beetje verloren tussen al die wassende vrouwen stonden. De wasbak was een hele grote trog waar mijn moeder en mijn oma en alle vrouwen zich stonden te wassen. Dat was een hele bijzondere ervaring. Om 4 uur opstaan, wassen en ontbijten. Van het eten kan ik me nog de smaak van het brood herinneren. Een beetje bruin, zuurachtig brood met een klein bolletje boter erop en een likje jam. Soms was het feest. Dan kregen we een pakje van het Rode Kruis. En ik weet nog dat er bij zo'n pakje een prachtige rode zakdoek zat en een klein medicijnflesje met oranje limonadesiroop. Dat was een verrukking. Overdag werden we bezig gehouden door onze grootmoeder die ons versjes leerde en verhaaltjes vertelde. Zij werkte in de keuken en had dus vrij veel vrije tijd. Als kinderen hadden we toch wel een behoorlijke bewegingsvrijheid. Het was niet zo dat we in de barak waren opgesloten, maar over een beperkt gedeelte, niet hier, maar vlakbij de barak, mochten we wel spelen. En ik kan me nog herinneren dat er een soort zandvlakte was waar we speelden. Natuurlijk hadden we geen speelgoed, maar je verzint wat, creatief. We hadden een paar bakstenen gevonden, wat dennenappeltjes gevonden, wat stokjes gevonden. Nou, daar konden we heel goed mee overweg. Daar speelden we dan mee. En in december werd voor ons een Sinterklaasfeest georganiseerd. Dat was bijzonder. Sinterklaas kwam, helemaal verkleed, echt met Zwarte Piet erbij. En we kregen allemaal een cadeautje. Een beschuitje met daarop een beetje vanillepudding, afgemaakt met een likje jam en daarop een Hollands vlaggetje. Dat was ons Sinterklaas cadeautje. En dan het laatste beeld in de barak. 23 december stond er een hoge officier in de ingang van de eetruimte. Ik kan me nog de man herinneren, wat hij gezegd heeft, weet ik niet meer, dat heb ik later gehoord. Maar er stond een grote man met een pet op en een paar laarzen en die stond daar te praten. En ik heb het later begrepen dat het Rauter was, het hoofd van de Nederlandse SS. En hij zei dat we eigenlijk wel naar huis mochten gaan. Dus we mochten weg. De volgende dag kregen we onze eigen kleren weer terug en werden afgemarcheerd naar de poort. Buiten stonden 2 ooms op mij te wachten, die waren ingelicht en die wouden ons naar het station brengen. Nee, nee, zeiden de SS'ers, dat doen we zelf. Ik denk later altijd, misschien moesten ze zeker weten dat we weg waren, wat ook hun motieven waren. Zij brachten ons naar het station. Een van die SS'ers stapte de trein in en brulde, Austeen, Austeen, die vrouw en kinderen moeten zitten. Opstaan, opstaan. Die vrouwen en kinderen moeten zitten. Kunt u zich voorstellen, de schrik van al die treinreizigers? Ja, dus kampleven was voorbij, maar de oorlog nog lang niet. Mijn vader heeft heel veel last van depressies gehad. En mijn moeder heeft wat men later noemde het KZ-syndroom gehad. De jongste zusjes waren nog te klein om te beseffen wat er gebeurd was. Toen ik eenmaal volwassen was, heb ik later een terugslag gehad en kwamen de trauma's en de angstpsychoses pas los op latere leeftijd. Het tekentje voor altijd. Gelukkig gaat het nu goed, maar tekentje wel. Ik merkte ook dat ik op school toch anders was dan andere kinderen. Ik had de hel en het ultieme kwaad in de ogen gekeken. En daardoor als kind eigenlijk mijn naïviteit voorgoed verloren. Laten we denken. Zullen we samen nadenken? Terugdenken aan de dingen uit een andere tijd? Zolang we nog herdenken, raakt dit nog niet kwijt. Zullen we samen herinneren? Bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt.
Het altijd blijven proberen. Ook als we zijn verdwaald. Zullen we samen niet vergeten. Niet meer wegdenken wat er is gebeurd. Maar leren beseffen en te weten. Tot ons verleden verkleurt. Laten wij samen denken. Leven in de stilte. Laten we naar elkaar luisteren. Leven met onze tranen. Laten we samen hopen dat wij hier altijd stil bij blijven staan. Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden, wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen? En zegt dat dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken? De protesteren zullen die dan ook hun stem verheffen. De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen. Wat weet ik van degenen door wie ik omgeven ben? Wat weet ik van degenen door wie ik omgeven ben? Wie staat dan juichend langs de kant? En wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Dames en heren, ik stel het bijzonder op prijs dat ik vanmiddag in uw midden mag zijn voor deze jaarlijkse herdenking van slachtoffers en gedupeerden van rassenhaat en discriminatie, van jodenvervolging en vernietiging, van oorlogsgeweld, terreur en onderdrukking. Zelf ben ik pas voor de tweede keer op deze locatie. Samen met mijn vrouw mocht ik hier begin dit jaar een paar uur in alle rust rondlopen en kijken. Ons omringd door de winterse stilte, een voorstelling makend van de barbaarse omstandigheden waaronder mensen zo'n driekwart eeuw geleden gevangen werden gehouden en probeerden in leven te blijven. Dat bezoek heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Mede door de sobere inrichting en opzet van Kamp Vught als nationaal monument lijkt het verleden hier nog heel dichtbij en op een bepaalde manier zelfs een beetje aanraakbaar. Een mens blijft zich afvragen hoe het toch mogelijk was om zo dicht bij de bewoonde wereld zoveel afschuwelijk leed te berokkenen aan tienduizenden onschuldige en weerloze medemensen. Een herdenking als deze roept als vanzelf herinneringen op aan je eigen ervaringen in de oorlog. Zelf was ik op de dag van de bevrijding van ons land, morgen 72 jaar geleden, nog maar amper 6,5 jaar oud. Mijn ouders en ik woonden op het Zuid-Hollandse platteland, niet zo ver van Rotterdam vandaan. Het angstaanjagende geluid van laag overvliegende bommenwerpers en het doffe gedreun van soldatenlazen in de stille straat voor onze deur zijn toen voor altijd in mijn geheugen opgeslagen. Vandaag hier in Kamp Vught vragen we ons opnieuw vertwijfeld af hoe medemensen van vlees en bloed tot zoveel barbaarse wreedheid, tot zoveel onrecht en tot zoveel misdadigheid in staat konden zijn. Hoe het mogelijk is geweest dat burgers in de stemlokalen leiders in het zadel konden helpen die tot zulke gruwelijke daden in staat zouden blijken. We buigen opnieuw ons hoofd voor de slachtoffers onder de verzuchting, in gedachten of zachtjes fluisterend: laat dat alsjeblieft nooit weer gebeuren. Herdenken is ook stilstaan bij de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. Hoe het mogelijk was dat Nazi-Duitsland zoveel steun van de eigen bevolking heeft weten te vergaren. Hoe het mogelijk was om de hoofden van miljoenen burgers met nationalistische, antisemitische en racistische denkbeelden op hol te brengen. Welke lessen trekken we daaruit? Zou iets vergelijkbaars ooit weer kunnen gebeuren? Laten we hierop vooral niet te snel
nee, natuurlijk niet, antwoorden. Hoe graag we dat ook zouden willen. Want het gif van vreemdelingenhaat, racisme en discriminatie kan zich razendsnel verspreiden en neemt vele vormen aan. Wij herdenken vandaag, dames en heren, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die traditie mag niet verloren gaan. De nagedachtenis aan hen die in die inktzwarte jaren hun leven hebben moeten laten, staat op deze 4e mei centraal, ieder jaar opnieuw. Maar een herdenking mag ons niet alleen maar onderdompelen in het verleden. Een herdenking behoort ook een brug te slaan naar het heden en naar toekomstige generaties die vorm zullen geven aan de samenleving van morgen. Wat weet ik trouwens van mezelf? Ik durf niet eens voorspellen of ik dan zelf bereid zou zijn om mij te weer te stellen. Als er gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn, zal ik dan kunnen zwijgen? Als ik iets niet prijs wil geven, zal ik dan kunnen sterven? Als ik graag wil blijven leven, zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Om niet laf te zijn. Wie zullen dan de jagers zijn? En wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen. De levende en de dooien.